Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD4 en Moor. En vandaag ga ik jullie even een wat uitleg geven, een hele korte uitleg. Het gaat misschien een video van een minuut zijn. Ja, jullie zagen dat een titel is geen clickbait. En ik heb in de vorige video, gisteren, ook niet bewust een clickbait ervan gemaakt. Door te zeggen van ga ik stoppen. Want daar heb ik een hekel aan eigenlijk als dat gebeurt. In ieder geval, ik heb het er wel over gehad. En vandaar dat ik deze video even maak. Want hoe bedoel je als je de video van gisteren niet hebt gezien? Daar zeg ik in ieder geval van, ja, mijn opnameprogramma is echt een puinzooi, dit, dat, bla bla bla. En ik ben gewoon aan het denken om te stoppen, omdat ik het niet meer leuk vind. Het is een hobby en om steeds met een opnameprogramma te kloten en meerdere opnameprogramma's en dat werkt allemaal niet. Dan denk ik van, ja, weet je, ik ben er klaar mee. Maar ik heb niet opgegeven. En eigenlijk vandaag, en ik klop het wel meteen even af, gaan de opnames nog goed. Ik heb nu 3 opnames gehad. 3 dagen opgenomen, waarvan 3 dagen ook gewoon soepel is gegaan, geen problemen ervaren. Dus nee, ik ga niet stoppen. Want dat was ook eigenlijk wel duidelijk geweest in die video, dacht ik, van gisteren. Maar heel veel mensen die zeiden, jammer dat je gaat stoppen en bla bla bla, dit dat. Dus ik dacht van, oh, even een update video maken. Dus ben niet bang. Nu hebben jullie 3 dagen, nee, een paar dagen achter elkaar. Nou, ik weet niet. Soms zit er wat tussen. In ieder geval, deze komt vandaag online. Ik weet niet of morgen of overmorgen een andere video online komt. In ieder geval de 10e. Dat is, ja, dat is wel morgen. Met een onopvallende Mercedes. En dan binnenkort, of daarna, komt geloof ik deze autoladder. Dus een nieuwe autoladder hebben jullie vast daar een kleine preview van. En daarna komt weer een nieuwe politiemotor. Die ook nog niet gezien is. En die wel de Nederlandse politie gaat gebruiken. Dus ik stop er niet mee. Het is alleen, als het nou problemen blijft geven, gaan we zoeken naar een oplossing. Op dit moment lijkt het opgelost te zijn. Nogmaals, we kloppen het even af dat het goed blijft gaan. Ik zou zeggen, tot binnenkort. Doei!